Dit zijn niet al te beste beelden, maar toch laten we ze zien. Want het gaat om twee inbrekers in een bedrijfspand in Tilburg. Ze dachten slim te zijn door de cameraapparatuur te vernielen, maar er zijn toch beelden bewaard gebleven. Dus, deze twee donkere mannen worden gezocht in verband met een inbraak in een bedrijfspand aan de Zellerstraat in Tilburg. De tiplijn is open.